In Nijmegen werd afgelopen zaterdag het bombardement op 22 februari 1944 herdacht. Na een gebedsdienst in de Petrus Canisiuskerk togen de genodigden en geïnteresseerden naar het monument De Schommel aan de Mariekestraat. Daar vond de officiële herdenking plaats. Om 14:40 werden 2 minuten stilte gehouden en vervolgens bloemen gelegd door leerlingen van het Montessori College en de Montessori Basisschool. Minister Fred Grapperhaus was een van de genodigden bij de herdenking. In zijn toespraak haalde hij fel uit naar de regering van destijds. Hij noemde het beschamend dat er voor het leed van talloze slachtoffers en nabestaanden zo weinig aandacht is geweest, ook tot in de 21ste eeuw. Tijdens de geallieerde aanval werd de binnenstad van Nijmegen verwoest. Bijna 800 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten gewond.